Eigenlijk demonstreren studenten al enkele jaren. De langstudeermaatregel van staatssecretaris Zijlstra kwam en verdween. Maar ervoor in de plaats kwam het leenstelsel. En dat is eigenlijk nog minder geliefd. Morgen besluiten de leden van de Eerste Kamer definitief of de basisbeurs vanaf 1 september verdwijnt. Wij hopen dat de senatoren morgen na het debat hun eigen mening gaan vormen. Dus dat ze niet zomaar eigenlijk met de fractiediscipline meestemmen. En als ze hun eigen mening gaan vormen, zijn wij er eigenlijk van overtuigd dat het wetsvoorstel het niet gaat halen. Er is al uitgebreid over het plan onderhandeld. Studenten kunnen gunsten gaan lenen. De aanvullende beurs blijft en dat geldt ook voor de OV-kaart. Met het geld dat wordt bespaard, moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden. Minister Bussemaker weet nog niet zeker of het gaat lukken. Nee, maar ik heb er wel vertrouwen in. Over het leenstelsel hebben de regeringspartijen VVD en PvdA een akkoord gesloten met D66 en ook met GroenLinks. De meerderheid lijkt dus voor, 40 van de 75 zetels. Maar senator Ruud Kolen van de PvdA zou principiële bezwaren tegen het stelsel hebben. Als hij tegenstemt, is er nog steeds 1 zetel speling. Dat lijkt een veilige marge voor minister Bussemaker. 1 PvdA-senator die zijn eigen gang gaat, kan de wet niet tegenhouden. Toch weet je het nooit hier in de Eerste Kamer. Dat hebben we vorige maand nog ervaren. Maar als er geen gekke dingen gebeuren, dan is ook een van de laatste grote hervormingen van dit kabinet bijna een feit.